Hallo vrienden van het goede leven, hoe is het daar? Hier gaat goed. Wat heeft Ahmed opgestuurd? Het zijn twee zakken. Ik denk met chips. Uit Azië, want er staan hele moeilijke tekens op. Ach, kijk eens wat leuk. Hier is maischips met kreeftsmaak. Daar heb je hem. En die is gemaakt in China. En hier heb je, nou dat is al duidelijk, inktvischips. Hè? Hier staat die. En die is gemaakt in Taiwan. Hartstikke leuk, Ahmed. Leuke producten. Inktvis en kreeftchips. Net waar ik trek in had. Kreeftensoepsmaak. En erin zit garnalenpoeder. Dus de kreeft is eigenlijk een garnaal. Waarom niet? Het zijn een soort grappige chippies. En dan... En het malle is, ze noemen het kreeft, het is garnaal en het smaakt naar vissenvoer. Nu hoor ik jullie denken, ja, maar hoe weet jij hoe vissenvoer smaakt? Nou, wij hadden vroeger vissen en dan moest je één keer in zoveel tijd zo'n handje met van dat gedroogde vlokjes erin doen. En bij ons waren die vissen er altijd heel erg blij mee, omdat we namelijk vergaten vaak om ze eten te geven. Enfin, daar smaakt het naar. Ik zei het zelf, ik ben geen hongerige vis. Inktvis. Uit Taiwan. Wat kan er misgaan? Oké, dit is wel hartstikke leuk. Het zijn rondjes, het zijn net inktvisringetjes. Deze. Inktvischips. Zijn dus... Super lekker! Ik zei sterker vertellen, ik zou deze inktvisringenchips gewoon kopen als ik het ergens zie. Het is echt heel erg lekker. Inktvisringetje. Lekker. Twee verschillende producten, maar wel allebei chips met iets uit de zee. Inktvischips, kreeftchips, gemaakt van garnaal. Inktvischips, lekker lekker lekker. Kreeftchips. Niet zo'n verreffing. Qua cijfertjes krijgt het vissenvoer garnalen kreeftchipje een 3. En mijn favoriet zijn die Taiwanese inktvisringen chips. Want dat is bok en bok lekker. Liever gezegd, ik wil er nu weer eentje proeven. En nog één. En nog één. Anders zou het lekker zijn. Deze krijgt van mij een dikke vette 8. Lekker man. Deze niet trouwens. Deze is verrig. Maar deze, lekker. Heel.